Yo mensen, het is hier Tom aka Killabortion met vandaag eigenlijk een requested video. Mensen vroegen mij eigenlijk gewoon wat tips en tricks beter gezegd om money te maken. Nu ga ik jullie in deze korte video drie manieren zeggen dat extreem makkelijk zijn om eigenlijk gewoon aan geld te komen. Dus de eerste manier is farming. En we gaan het speciaal hebben over Rainerweed. Nu moet je weten dat één Rainerseed kost 30k. Dus je gaat wel een beetje start money nodig hebben om dit te kunnen doen. Maar je moet ook weten, er zijn normaal gezien 6 tot 15 herbs dat je krijgt per herb patch van farming. Nu, dat is... laat ons gewoon het gemiddelde pakken, hè. 6 en 15. Stel dat je er 10 krijgt. Dat is eigenlijk al 39k per herb patch dat je meer krijgt, zo gezegd. Je moet weten dat er 8 herb patches in de game zijn waar dat je relatief gemakkelijk naartoe kunt. De andere is in Troll Stronghold en... Dan heb je er nog een in Harmony Island. Die ga ik niet mentionen, want dat is eigenlijk heel ver weg en dat heeft ook hoge requirements. Dus, stelt dat je dit doet, stelt dat je 8 keer een Rainerseed koopt, dat kost je 240k. Maar stelt dat je dan ook weer 10 Rainerweeds krijgt per herb, dat is dan eigenlijk 10 maal 8 en dat zou 552k zijn. Nu moet je weten dat ik heb uitgerekend en dat zou zijn 312k winst per 80 minuten. Elke 80 minuten kunnen dus een herb run doen. Dus 1, het is eigenlijk gratis farming XP. 2, de requirements zijn heel laag, want het is maar 32 farming om dit te planten. Dus ik denk dat je zelf gewoon tot 32 farming gewoon kunt questen. Het zal niet veel schelen. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon 312k winst per 80 minuten. Dus als je dat zo 3 of 4 herbruns, dat is nog niet te veel, per dag doet, dan maak je 1.2 mil eigenlijk enkel aan je farming runs. Dus je traint 1 een skill en 2, je krijgt er gewoon gratis geld bij. Nu, wat ik wel moet mentionen, is dat er een Magic Secatoris bestaat. Dat ding krijg je van Fairy Tail Part 1. Dat is een hele gemakkelijke quest. En dat geeft 10% boost aan alles dat je plukt. Dus dat is heel handig als je dat ding in je inventory of aan hebt, krijg je nog een keer 10% meer herbs. Dus je maakt dan uiteindelijk nog meer geld. Nu, dat is tip nummer 1. Tip nummer 2 waar dat ik het over ga hebben, ga ik eigenlijk even naar Varrock Square gaan. Want mijn tweede tip om... eigenlijk, ja, het is gewoon gratis geld te maken zelf. Is ZAF. En hetgeen dat ZAF is, is een reward van Diaries van Varrock. Nu, ZAF, hetgeen dat hij doet, is eigenlijk discounted battlestaffs aan u verkopen aan een discounted price. Wat bedoel ik daarmee? Dat eigenlijk een battlestaff bij ZAF kost 7k each. En de battlestaffs stellen voor 8.4k each, zoals je ziet. Dus eigenlijk maak je 1400 GP winst per staff. Je moet je wel weten hoe hoger je medium diary is, hoe hoger je Varrock diary beter gezegd is, hoe meer battlestaffs dat je krijgt. Je begint met de easy diary, dat zijn 15 battlestaffs aan 7k each. Dan medium diary, dat is de dubbele, dat is dan 30 aan 7k each. De hard diary is 60 aan 7k each. En de elite zijn er 120 aan 7k each. En je kunt die dagelijks claimen, dus ik kan het u gewoon bewijzen dat het zo is. Ik heb de elite diary, dus die mens vraagt nu gewoon 100 buy discounted battlestaffs voor 7k each. Ja, we gaan dat eigenlijk gewoon doen. En dan hebben we er nu, zoals je ziet, 240. Dus als ik dan nu gewoon 120 indruk, ga je zien dat we uiteindelijk gewoon 168k maken
per dag. Oké, ik weet. Elite Diaries, dat is niet voor iedereen. Je moet daar al hogere requirements voor hebben. Maar ik bedoel maar, dit is gewoon dagelijkse gratis 168k. Je moet hier echt gewoon niks voor doen. Dus het is eigenlijk gewoon gratis geld, elke dag. Nu, voor mijn laatste tip, ga ik even eerst banken. Even alles storen wat ik niet nodig heb. En zoals jullie het waarschijnlijk al gezien hebben in mijn inventory, staan birdhouses. Nu, birdhouses, dat is iets dat je op Fossil Island kunt doen. En dat requires eigenlijk gewoon de quest Bone Voyage, wat een heel simpele, heel korte quest is. Nu moet je weten, birdhouse, dat kost eigenlijk gewoon niks. Zoals je ziet, birdhouse, dit is het, de hoogste tier birdhouse dat je kunt hebben. En dat is nog geen 2k iets per birdhouse. Nu moet je ook weten, per birdhouse dat je doet, moet je wel 10 seeds insteken. Ik gebruik barley seeds, je kunt andere seeds gebruiken, maar dit is gewoon het meest common en goedkope. En die seeds, zoals je ziet, kosten 2 gp... each, dus ik denk dat de totale kost van een hele birdhouse run met redwoods en met barley seeds, ja, 7.4k is. En wat dat je krijgt van birdhouses, dat zijn bird nests. En je kunt in die bird nests dan ook nog een keer jewelry of seeds krijgen. Dus ik ga nu eens even... Oh, die moeten we niet hebben. Ik ga nu eens even een run laten zien. Om te tonen eigenlijk gewoon hoe snel dat je hier gewoon eigenlijk geld mee maakt. Dus we gaan beginnen met de eerste. We hebben ongeluk, want dat is maar één birdnest. Maar dan nog maken we hier geld uit. Dit was er ook maar één. We zijn belachelijk unlucky nu. Dat is jammer, want je kunt er echt gewoon wel heel veel krijgen. Maar we zijn gewoon heel unlucky nu. Ja, hoe hoger je hunter level ook, hoe hogere tier van birdhouses dat je kunt zetten natuurlijk. En hoe betere loot slash hoe meer birdnests dat je daaruit krijgt. Nu gaan we juist de laatste birdhouse hier looten. En dan gaan we een keer price checken om te kijken hoeveel winst dat we eigenlijk hebben gemaakt. Je moet ook weten, dit is een activiteit op Fossil Island dat je om de 50 minuten kunt doen. Dus elke keer minder dan een uur kunt je dit gewoon doen. Dat is geen probleem. 1. Het is goede hunter XP. Je hebt het direct gedaan. Het voelt ook niet alsof dat je een skill aan het trainen bent. Want eigenlijk, ja, hoe lang heeft dit nu geduurd? Ik denk legit dat het nog geen 2-3 minuten geduurd heeft. En we gaan nu een keer price checken. Zelf met de shit seats. Wat dat eigenlijk niet veel geld waard zijn. Dus we hadden daar juist onze 4 birdhouses en onze barley seeds. Dat was 7.3k als ik het mij goed herinner. Nu, als ik even gewoon ga price checken, zitten we hier gewoon al eigenlijk op bijna 52k. We hebben eigenlijk gewoon in 2-3 minuten tijd even gewoon 45k gemaakt. En je moet weten dat we eigenlijk heel unlucky zijn geweest, omdat we maar 7 birdnesten hebben gehad in 4 birdhouses. Dat is eigenlijk heel unlucky. Dit was jammer dat ik dit nu heb gekregen om als voorbeeld te tonen. Maar ik heb echt gewoon birdhouse runs dat gewoon heel mijn inventory vol zit met birdnesten. En ik zeg het, 1. Je traint gratis je hunter skill. En 2. Je maakt hier gewoon gratis geld mee. Elke keer binnen de 50 minuten kunt je een birdhouse run doen. Nu, dat waren eigenlijk gewoon mijn 3 tips. Ik hoop dat dit jullie eigenlijk een beetje geholpen heeft. Als het geholpen heeft, vergeet zeker niet de YouTube video te liken. En beneden in de description gaat ook een link staan naar mijn Twitch channel. Nu, ik stream ook live op Twitch. Dus als je wilt, kunt je mij ook gewoon daar gratis en voor niks followen. Nu, voor de rest valt er eigenlijk niks meer te doen dan jullie gewoon bedanken. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze guide. Als het jullie geholpen heeft, of je hebt nog meer tips en tricks, of je hebt commentaar over iets in de video, geef het zeker in de comments hier beneden. En ik ga altijd mijn best doen om daarop te antwoorden. Nu bedank ik jullie allemaal nog
om te kijken naar deze video. En ik zie jullie graag een keer live in mijn Twitch stream. Of gewoon in de volgende YouTube guide. Merci om te kijken en tot de volgende. Salut!